Dus laten we eerst beginnen met stabiel, maar rustig te zitten. Zodat we ons aandachtig voelen, maar wel ontspannen. Dan ademen we eerst eens diep in. En weer rustig uit. Zo een paar keer. We ontspannen dan eerst onze ogen. We laten de spiertjes in onze ogen helemaal zacht worden. En dan ontspannen we ook de rest van ons lichaam. Van top tot teen. We voelen een golf van ontspanning door ons lichaam heen gaan. Vanuit het midden tot aan de uiteinden van ons lichaam. Je voelt je buik, borst en rug ontspannen. En dan naar de armen en de benen. En ook je hoofd, je gezicht. Helemaal zacht en ontspannen. Mochten we nog spanning voelen in ons lichaam, geven we dat de ruimte. En we maken ons er geen zorgen om. We worden ons bewust van ons gehele lichaam, zonder ons te bekommeren over de plekjes van pijn of spanning. Voelen ons gehele lichaam steeds minder actief worden. Want we hoeven nu niets meer te doen. En we hoeven ook nergens heen.
Dan mocht je nu tijdens de meditatie op enig moment je weer gespannen voelen. Bijvoorbeeld omdat je je te veel inspant in de meditatie. Dan kun je altijd weer een stap terugzetten en weer opnieuw je lichaam ontspannen. In meditatie kunnen we tenslotte altijd opnieuw beginnen. Er zijn geen deadlines. Er is geen schema. Er zijn geen agenda's. We mediteren voor onszelf, om zelf een stukje beter in ons vel te zitten. En dat is het enige wat nu belangrijk is. Op dit moment. Wanneer we ons lichaam een beetje kunnen loslaten, worden we ons ook bewust van ons innerlijk. En we merken dat we gedachten en gevoelens door ons heen gaan. Spanning, herinnering, dingen die we hebben gedaan en dingen die we konden doen. En dingen die we nog gaan doen. Aangenaam en onaangenaam. Spanning en rust. En in meditatie laten we al deze zaken dezelfde waarde toekennen. Dezelfde waarde van gelijkmoedigheid. We laten alles komen en weer gaan. De hele bewustzijnstroom die voortdurend door ons heen gaat, leren we om los te laten. Dat wil zeggen, we laten het gebeuren. Zonder te proberen de stroom van ons bewustzijn van richting te veranderen. Alles is zoals het is. En als we niet langer ingaan op onze gedachten, als we er niet langer op voortborduren, merken we dat we geleidelijk aan een stukje meer rust voelen. Alsof er een radiostilte is aangebroken. We merken dat we het heel fijn kunnen vinden om gewoon niets te doen. Als we weer zijn afgeleid, dan keren we weer terug in het hier en nu.
We merken geleidelijk dat we meer gewend raken in het hier en nu te zijn. Wanneer we na verloop van tijd meer tot rust komen, innerlijk meer openheid en rust voelen, voelen we ook een zekere ontvankelijkheid voor de omgeving om ons heen. Want de aard van een ontspannen en natuurlijke concentratie is dat het een concentratie is die voelt als ruim en ook ruimer wordend. Dat is ook hoe we weten dat we goed zitten in de meditatie. Wanneer we voelen dat we een zekere ruimte, groeiende ruimte voelen. Dat is het verschil met concentratie in ons dagelijks leven, waarbij ons bewustzijn is vernauwd. We worden ons bewust van onze omgeving,
En we merken dat de omgeving als het ware één wordt met ons. We voelen ons als het ware opgenomen in de omgeving, alsof we ermee samen smelten. Voelen ons op ons gemak, ruim en met een zachte en zorgzame aandacht. En we voelen nu onze ademhaling naar binnen gaan. De ademhaling. De inademing brengt ons naar binnen. Onze aandacht gaat naar het uiteinde van onze ademhaling. We voelen dat we door onze ademhaling in contact staan met het uiteinde van onze ademhaling, namelijk het midden van onszelf, de middenruimte. De middenruimte is de plaats waar onze ademhaling keert, waar onze inademing eindigt en onze uitademing begint. We worden ons bewust van de middenruimte, alsof de middenruimte er altijd al was. Met een hele zachte en subtiele aandacht bevestigen we voor onszelf het bestaan van de middenruimte in onszelf. En als we na een tijdje weer de middenruimte zijn vergeten of dat we afdwalen, brengen we onze aandacht weer terug naar het hier en nu. Eventueel kunnen we onze ademhaling weer naar binnen toevoegen. Maar als we deze meditatie al langer doen, weten we heel goed waar het midden is. Net als een bij die heel voorzichtig een bloem aanraakt om er wat nectar uit te halen. Zo ook is onze aandacht voor de middenruimte, heel zacht. Heel natuurlijk. We kunnen erop vertrouwen dat we nu bewust zijn van de middenruimte in onszelf. Onze aandacht is er nu in het midden.
Dan terwijl we in onszelf meer vertrouwd zijn geraakt met de middenruimte en we een zekere verfijndheid, een zekere verfijning kunnen waarnemen in onszelf, nemen we tijd voor het laatste deel van de meditatie, het delen van de meditatie met alle levende wezens, alle mensen en dieren om ons heen. We beginnen eerst met ons voor te stellen dat de innerlijke rust en kalmte die we hebben kunnen vinden, geleidelijk aan zich verbreidt, zich verspreidt over ons hele lichaam. Ons hele lichaam is vervuld met de energie van meditatie. En net zoals alle energieën in de wereld, wil de energie van meditatie zich verspreiden. We voelen de energie in ons gehele lichaam en we glimlachen naar onszelf. Dan zeggen we tegen onszelf dat ik gelukkig mag zijn, dat ik vrij mag zijn van lijden, dat ik vrij mag zijn van ziekte, dat ik gezond mag zijn in lichaam en geest. En dan merken we dat deze energie zich verder verspreidt naar de mensen om ons heen. En we herhalen de gedachte in onszelf dat iedereen om me heen gelukkig mag zijn, vrij van lijden. Iedereen de verfijnde energie van deze meditatie mag ervaren. Iedereen gelukkig mag zijn, vrij van lijden. We voelen de energie zich verspreiden in alle richtingen om ons heen. Dat iedereen om ons heen gelukkig mag zijn. De mensen die dichtbij wonen en veraf. De mensen die we kennen en niet kennen, de mensen die we mogen en niet mogen, iedereen om ons heen, voor zover we dat ons kunnen voorstellen, gelukkig en vrij van lijden. En zelfs de dieren, zoogdier, vogel, vis, in de hele wereld, mensen en al wat leeft, iedereen en alles wat leeft gelukkig mag zijn, vrij van lijden.
Dan komen we geleidelijk aan het einde van deze meditatie. We worden ons nog steeds bewust van de middenruimte in onszelf, waar alle liefdevolle energie vandaan komt. Maar we horen nu ook de geluiden om ons heen. De geluiden van de verwarming of de geluiden van de klok die aan de wand hangt. We voelen de mat waar we op zitten. We voelen onze handen en voeten. We voelen de temperatuur hier. En voordat we onze ogen open doen, herinneren we onszelf eraan dat we deze meditatie kunnen voortzetten, waar we ook gaan, waar we ook staan, wat we ook doen. We kunnen altijd weer opnieuw contact maken met de middenruimte. En we kunnen ook voort de meditatie van liefdevolle vriendelijkheid voortzetten. De meditatie van liefdevolle intenties. Wanneer we deze meditatie nu en dan wat aandacht geven, geeft dat ons heel veel ruimte in ons dagelijks leven. Dan doen we geleidelijk onze ogen open en we kijken met een wat andere blik naar de wereld om ons heen.